weet gewoon niet zo goed. Ik kan jou gewoon ook niet goed aankijken, geloof ik. Ik kom misschien nog. Weet je wat het is? Het voelt wel alsof ik iets heb gebroken. Mm-hmm. Ja, nee, kan ik me ook het voorstellen. Daarom heb ik alles gedaan inderdaad om jou er niet op te zetten. En is me dat gelukt ook. Maar... Ik kreeg haar niet van jou af. Nee. Ik kreeg haar niet van jou af. Dat dacht ik al. Maar ja, ik dus dat ja. Ging gewoon niet gebeuren. Nee. En ja, dus ik zit zo, nee, oké, dan doen we ze allebei. Ja. Ja. Maar goed, kijk, het ding is... Nou, boeit ook niet meer, weet je. Ik sta erop. Niet aan ons ding doen. Als jij weggaat zaterdag, dan dan gaat dat voor mij en klopt eigenlijk. Ja. Het is nu aan het publiek. Dat is ook zo. En ik weet vertrouw dat zij de juiste keuze zullen nemen, wat die keuze ook gaat zijn, die ga ik accepteren. Maar het valt ook echt wel mee, hè? Als je gewoon, ik vond op de bank zitten minder erg dan ernaast zitten. Ja. Dus in principe heb je een betere zaterdag dan ik. Ja. Het is ook echt niet zo vreemd. Ja, wat Ilana zegt. Ze moeten meer genieten. Zeker weten. Het einde is in zicht voor Alice, voor Danny of voor Dilano. Maar wie daadwerkelijk zal moeten vertrekken is aan jou thuis. Stem nu op jouw favoriet en stel daarmee die bewoner veilig. Zoals altijd kan jij maar één keer je stem uitbrengen en doe dat nu vooral. We zien zo wie er wordt veiliggesteld en wie dus niet. En je ziet straks iets heel heftig, want de zeer innige vriendschap tussen Dilano en Jimmy, ja, die vriendschap begint af te brokkelen. Het is onze informatie. En jij geeft die zelf, zonder dat ook maar te zeggen, overleggen, daar gaat het mij om. Dat is waar het vertrouwen van mij zit. Ja, ik zal voorzichtiger zijn met wat ik deel en wat niet. Nou ja, want blijkbaar is dat nodig bij sommige mensen. Ja, dat klopt. Dat heb ik nu ook gezien. Eerst een slimme persoonlijkheidstest en dan een echte klik. Alice wordt 20 en dat moet uitgebreid worden gevierd. Door de fans, de bewoners en door Big Brother himself. En dat is niet alles. De nominatiestorm is nog lang niet gaan liggen. Ik weet gewoon dat ik iemand ben die misschien niet altijd het leukste antwoord geeft, maar wel eerlijk. En als dat dan anders wordt, zeg maar, dat raakt mij echt. Dan vergis je gewoon de mensen en dan denk ik, ja, kan je dan helemaal niks van iemand op aan? En dan gebeuren er dingen die mij gewoon verbazen. Soms heb ik gewoon een verwachting van iemand en dan zit ik er gewoon helemaal naast, heb ik dan het idee. En dat vind ik dan zo naar, want dat ziet dan, dat lijkt dan echt alsof iemand echt gewoon heel vies is, snap je? Ja. Het wordt niet makkelijker hier. Dat merk ik wel. Nee, dat klopt. We zijn echt op het punt aangekomen dat mensen voor zichzelf gaan kiezen. Ja. Het kaf wordt van het koren gescheiden nog een keer. Uiteindelijk ga je hier weg zoals je hier bent gekomen. Ja. Met je koffer door de draaideur. Ik zie het zaterdag wel weer. Niet leuk, maar... Blijkbaar willen mensen me eruit hebben. Ja. Alleen jij niet, denk ik. Nee. Dankjewel daarvoor. Er is iets gebeurd. Heb je enig idee hoe Danny op de bank is gekomen? Nee. Precies. Want er zijn maar 5 mensen. En als jij er niet op gestemd hebt en Danny niet, dan hebben de anderen er wel op gestemd. Ja. Tom en K hebben er op gestemd. Ja. Dat kan. Kijk, ik snap dat jij op Danny stemt, dat snap ik. Ja.
Dat vind ik ook heel logisch. En dat Alice dat doet, vind ik ook heel logisch. Ja. Het gaat er gewoon om, als je elke keer je toevoegt in het groepje, wat hij dus doet, en meestuurt, hè, en hou in één keer een mes in je rug. Ik deel nu echt helemaal niks meer met hem. Nee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Echt waar. Hij heeft echt mijn vertrouwen, heeft hij echt geschonden, hoor. Ja. Sowieso. Ja, ik had de Jimmy toch er niet op gezet. Dus dan moest hij wat maar keuze uit 4. Ja. En Jimmy pakte we niet, hij zei nog 3. Wat ik dan niet snap is, dan heb je toch gelijk spel? Niet waar, hè? Dat is geen gelijk spel, want dan heet er 4. Dan... Nee, joh, daar zitten niet. Alleen, want 2 is er ook niet op, man. Nee. Dan heeft hij er ook maar 3. Ja. Huh? Dus dan klopt het toch niet? Maar hoe hebben ze dat dan beslist? Aan de hand van wat? Als je goed telt, 3. 3 personen met 3 stemmen. 3 leggen. Ja. Jij, Alice en Tai en evenveel stemmen. Ja. Alleen die naam leidt er 4. Dus 3 personen met 3 stemmen. Nee. Maar even kijken, ik kan misschien dan beslissen wie er van de 3 opkomt. Ja, dat moet wel een gelijkspel zijn. Nee, ze hebben de fans uitgekozen. En we hebben alle 3 stemmen. Alice heeft 3 stemmen, ik en Danny. En zij staan erop en ik niet. En Italiano op 4. Dus hoe is de keuze gegaan dat Danny en Alice erop zitten en bijvoorbeeld niet ik en Danny of ik en Alice? Wie zegt dat iedereen eerlijk is? Dat kan ook. De enige die dat weet is Big Brother. Ja, of wat jullie hadden met King and Queens shit, dat jullie die laatste beslissing moesten nemen. Er is door de bewoners gestemd. Randy en Ariana zijn als duo genomineerd. Verder is er een gelijke stand aan jullie de taak om 2 duo's vrij te stellen. Oh, dat is helemaal niet bekend hoor, dus dat weet ik niks van. Maar dat is al verteld, Jimmy. Doe wie dan? Dus dat heb ik, ik weet niet, volgens mij heb jij dat zelf verteld. Oh. Met King en Queen, dat jullie de laatste stemmen. Dat is niet bekend, maar goed, top dat hij dat verteld heeft. Trek. Oké, boeit toch niet? 2, 2, 3. Ik wist het gewoon, ik wist het. Wat dan? Oh. Italo heeft gewoon allemaal dingen, ook geheime dingen over ons duo-schap verteld tegen Tai. Dus dat zegt Tai nu toevallig. Weet je wat, waar de fans me voor waarschuwen? Ook mensen met zo'n grote mensenkennis als jij kunnen soms een blinde vlek hebben. Dat hij informatie van mij probeert te ontfutselen over jullie. En dat brieft hij allemaal door aan Tai. Dat is wat hij gedaan heeft. Dat is het. Wat een fucking slangenkuil is die hier zeg. Godverdamme. Maar als dat van hem neemt, ja. Hartstikke oké. Ik ga gewoon lekker mijn boekje lezen, lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Het is allemaal een beetje veel, man. Ja, is het ook. Ik snap ook niet waarom iedereen er zo over doorgaat. Nee, dat maakt me niet uit, maar ik snap niet zo goed waarom hij dat weet. Van het kasteel. Ja, omdat ik dat uiteindelijk heb gezegd. Omdat waarom? Ik vond dat ik dat moest delen. Omdat wij toen Doriana en hem erop hadden gezet. Maar dat is iets van ons, toch? Dan had je dat toch met mij kunnen overleggen? En dan we dat toch samen kunnen zeggen? Ja. Maar dat zijn dat dan dingen wat de fans bedoelen? I don't know. Ja, ik zie hier niet zo het grote ding van, eerlijk gezegd. Nee, het is ook helemaal niet zo'n heel groot ding. Maar het gaat gewoon in een kwestie om vertrouwen, snap je? Mm-hmm. Het is onze informatie. En jij geeft die zelf. Zonder dat ook maar te zeggen overleggen, daar gaat het mij om. Ja. Dat is waar het vertrouwen van mij zit. Ja, ik zal voorzichtiger zijn met wat ik deel en wat niet. Nou ja, want blijkbaar is dat nodig bij sommige mensen. Ja, dat klopt. Dat heb ik niet ook gezien. Ik denk wel dat je gewoon moet oppassen met daar informatie geven waar je het geeft.
Ik zou daar gewoon echt even in dimmen. Ik snap dat het leuk is. En dat het gezellig is en dat je nu een beetje het idee hebt, maar ik... Ja, goed, ja. Gefeliciteerd! Dankjewel, schatje! Ik wacht tot ik je eyeliner vast. Dankjewel.